Hallo, dit zijn de kaartjes voor de steenbok voor februari 2019. Ik zal eens even kijken welke kaartjes er voor jullie liggen. Oké. Eerste kaartjes is het kaartje van school. Dus dat je weer wat... dat je misschien al een beetje gedachten hebt laten gaan van, goh, kan ik nog eens een cursus gaan doen? Of wat zou nou bij mij passen? Als je erop twijfelt, dan is dus februari wel een mooie maand om iets nieuws op te gaan pakken. En de engelen kunnen je er ook nog bij helpen. Hè? Dus als je zegt, ik weet niet goed welke opleidingen nou zal doen... Intuïtie of hogere zelf, wil je mij het idee geven? Of engelen, willen jullie mij duidelijk maken wat belangrijk voor mij is? En dan kom je zelf wel in een droom of met je intuïtie kom je op ideeën. En misschien had je al een idee wat je zou willen doen. Kijk, en dus afstemmen op het universum. Je openstellen voor de hulp van, maar dat jij ook weet dat jij het waard bent, zeg maar. Je bent op de juiste weg. En als je gewoon de dingen, het leven leeft zoals je leeft, maar ook de eventuele opleidingen doet, het past allemaal bij jezelf. Blijf doen wat je aan het doen was, want dat levert mooie resultaten op. Hè, dat is ook de paarse kleur, de spirituele kleur. Dus... mooi. Mooi, alle kleuren er ook in. Hè? Dus zorg ook dat je chakra's... Je bent waarschijnlijk dat ook al aan het doen af en toe een meditatie. Om lekker in balans te blijven. Oké. En dan komt nog het kaartje van bloemen. Dus waarschijnlijk door je te omringen met bloemen, buiten binnen te halen. Nou, misschien al het vroege voorjaar binnen te halen. Dat opent je hart en brengt je overvloed. En brengt rust in toe. Oké. Dus, en een bloemetje meenemen naar een vriend of vriendin wordt ook heel erg gewaardeerd. Dus gewoon lekker het leven. Er is alleen misschien die opleiding. Het is gewoon een lekker maandje voor jullie, steenbokken. Ik ga eens even kijken wat ze hier nog zeggen. Oké. Ja, je bent op de juiste weg. Ik ga ze even allemaal omdraaien hoor. Om even te kijken wat het... Nou. Oké. Je bent op de juiste weg. Om duidelijkheid te zien. Maar. Er was wel eerst een... En daar moet je voor uitkijken. De illusie. Want die illusie is een van de zeven zonden, zeg maar. En jij valt wel snel, als jij met de verkeerde mensen omringt, zeg maar. Dan val je wel snel terug in, ja, misschien weer in emotionele eten. Of vertrouw je niet op jezelf. En dat je eigenlijk zelf een beetje zelfvernietigend bent. Terwijl, eigenlijk ben je heel goed begonnen. Hè? En ben je het nieuwe jaar ook mooi begonnen. Zorg voor rust en balans. En zorg voor de waarheid. Dus als mensen niet eerlijk tegen jou zijn, dan zijn dat juist helemaal mensen die je eigenlijk geen aandacht moet geven. Nou, want jij wil duidelijkheid. Jij wil informatie van je hogere zelf, van de engelen, zeg maar. Maar ook van jezelf. Hè? Dat is zo'n samenwerking. De spark van de bron van God zit in jezelf, hè. Maar kijk, je hebt die bloemen al. Dat is al een soort van natuur. Hè? Maar weet gewoon dat jij een mooie prinses bent. Hè? Of als een eventueel prins natuurlijk. Dat het is voor allebei de... Hè? Maar je mag je zo rijk voelen omdat je deel uitmaakt van het universum. He, en dat je in verbinding staat met. Maar je kijk uit dat jij niet terugvalt in je destructieve gedrag. Dat jij nu, voor degene die dit betreft, wel weet dat je, als je dat doet, dat je dan
niet goed voor jezelf zorgt. Hè? Dus als je ego zegt, nou, ik kan het niet of ik kan het niet aan. Weet dat je het wel kan. En dat je anders een meditatie doet om weer tot rust te komen. Dat je lekker een bloemetje eraan ruikt. Of hè? Dat je daar wat mee gaat doen. Maar het gaat erom dat de duidelijkheid gaat komen ook voor jullie. Dus, ik zei eerst, het wordt heel makkelijk, maar er zijn dus een paar valkuiltjes. Blijf op de waarheid letten, omring je met juiste mensen en vertrouw op jezelf, je bent het echt waard. Je bent die mooie prinses en je weet wat goed voor jou is en vraag het anders aan de spirituele wereld. Ik ben natuurlijk altijd bereikbaar voor een persoonlijk consult. En anders zie ik jullie graag weer volgende maand. Dag!